Amsterdam Marathon. We zitten bij Luc Krotwa. Luc, de wedstrijd is nog bezig. Maar na 7 à 8 kilometer geen Luc Krotwa meer in de marathon. Kun je ons eens uitleggen wat eraan vooraf is gegaan dat je na 7 kilometer al moest uitstappen? Nou ja, ik werd door mezelf verrast. Ik liep goed in een groepje. Bij 2-3 kilometer ging ik mijn hamstring voelen, linker hamstring. Ik heb nooit gevoeld. Opeens voelde ik mijn hamstring en... ik wachtte eigenlijk op het moment dat het wat weg zou trekken. En dat je misschien aan de andere kant gaat voelen. Dat het gewoon een van die pijntjes zou zijn die je wel eens voelt tijdens het lopen. En het werd alleen maar meer en meer en meer. En op een gegeven moment moest ik het tempo laten gaan. En ben ik even uitgestapt, nog een keer geprobeerd. En was het dus een pijntje waar je niet mee uit kan lopen. Ja, dat gebeurt je dan in een marathon waarvan je van tevoren had gezegd van nou verwacht van mij niet meer dat ik Nederlands kampioen word. Maar ik wil me eigenlijk nog wel kwalificeren voor de EK marathonploeg met een tijd zo rond de 2:18. Ja, probleempunt was dat ik 3 weken terug in 30 kilometer trainingswedstrijd heb gelopen op 2:17 tempo. Nou goed, dan verwacht je dat je in een wedstrijd, daarna is mijn vorm nog wat aangescherpt. Dan verwacht ik dat ik dat nou ook 30 kilometer volhoud en dan kijken wat ik nog kan. Maar goed, ik ben goed in vorm geraakt en dan ga je wat reactiever lopen. En dan krijg je wat meer kracht op de achterkant van die keten, zeg maar, hamstring, kuiten. Dan is daar weer een pijntje op een zwakke plek gaan zitten waar ik niet doorheen kon. Ja, we zagen hier op Museumplein voorbij komen en zoals ik ernaar keek, had ik toen al het idee dat je moeite had. Ja, bij 2-3 kilometer ging mijn hamstring een beetje opspelen. En het werd steeds gewoon elke 100 meter werd het een klein stapje meer, klein stapje meer. Ja, op een gegeven moment ga je er ook naar lopen. En dan zie je het denk ik ook wel van buitenaf. Alleen wat het geval is nou, is dat waar ik 10 jaar geleden met een pijntje 4 van de 5 keer weg kwam, kom ik op dit moment 4 van de 5 keer niet mee weg. En dat is gewoon, Ja, toen ik uitstapte, het eerste wat er door me heen ging was, dit is mijn afscheid van de marathon, op hoog niveau tenminste. Ik weet niet of het zo is, maar dit is wel mijn gevoel op dit moment. Ik denk dat ik op kortere afstanden nog wel wedstrijden kan lopen. Ik ga gewoon trainen de komende tijd en als mijn lijf zegt, als ik goed kan voorbereiden, dan loop ik misschien ergens een kleine marathon. En als ik in een kleine marathon tussen de 2:15 en 2:20 kan, mij betaal ik mijn eigen inschrijfgeld. Maar dan kan ik wel het moment zelf uitkiezen. Dan zie je mij nog wel op een nationaal platform of misschien een Europese subtop. Maar zoals het nou gaat, is het gewoon, ja... Het is, ik wil het niet dramatiseren, maar het voelde echt, ging echt door mij heen. Je hebt wel eens zo'n artiest gehad die dan op het podium stond en die stierf in het harnas, weet je wel. Ik kreeg een hartaanval op het podium. En zo voelde dit ook een beetje, hè? Sterf in het harnas. Het is keihard en ik loop ontzettend te balen en nou nog wel. Maar ik denk dat ik hier achteraf wel vrede mee kan hebben als het blijkt dat dit het is geweest, zeg maar. Nog een traantje weggepinkt. Ja, we zijn niet uit op dramatische verhalen natuurlijk. Maar ik kan me zo voorstellen dat op zo'n moment je hele carrière even aan je oog voorbij gaat. Ja, kijk, het is natuurlijk wel weer zo helemaal uit het niets gekomen. Ja, ik heb een goede voorbereiding gehad. Ik ben in vorm. Ik ben er klaar voor. En dan weer iets. Weer een terugslag. Dus dan moet je gewoon verwerken. Dat is gewoon zo. Ja, je gaat met verwachtingen en hopen en ambities ga je een wedstrijd in. En dan is het weer over. Maar ik denk achteraf, als ik hier naar terugkijk, dat ik hier wel vrede mee kan hebben als blijkt dat dit het ook is. Ik ga mezelf dit in ieder geval niet meer aandoen. Ik ga niet weer op een nationaal topniveau proberen te lopen. Als ik niet eerst in training voor mezelf kan laten zien dat mijn lijf het aan kan. Dus misschien is dit achteraf mijn laatste geweest. Dat zal even moeten blijken. Maar als het zo is, dan heb ik daar wel vrede mee. Dan weet ik zeker van nou goed... zat gewoon niet meer in. Je hebt je goed voorbereid, tenminste wat wij er zo uit begrepen hebben. Voor het eerst eigenlijk in Nederland. In die hele voorbereiding geen enkel moment gehad dat je dacht van nou, het kon wel eens een probleem worden.
Nee. Alleen, ik begon die voorbereiding vanuit een laag niveau eventjes, omdat ik wel weer terugslag had. Maar de laatste 12 weken heb ik achter elkaar kunnen trainen zonder terugslag. En ik heb ook een paar keer een trainingswedstrijd gelopen, 30 kilometer. Eén keertje in 1:44, een keertje in 1:38. En dat is gewoon 2:17 tempo. En daarna weer betere vorm gekomen. Ja, dan moet je dat in een wedstrijd ook kunnen doorkomen. Dus ik verwijt mezelf niks. Laat dat duidelijk zijn. Ik heb me goed voorbereid. Ik was er klaar voor. Mijn lijf is er niet klaar voor. Tja, maar een atleet moet ook een keer afscheid kunnen nemen. Ja. En misschien is dit wel zo'n moment geweest. Ja, die kans is zeker aanwezig dat dit gewoon het afscheid is. En daarom zeg ik ook, ik ga dit niet nog eens proberen. Voordat ik aan mezelf heb kunnen laten zien van dat het weer kan. Mijn gevoel zegt dat dit het was. Ik hoop dat ik het mis heb, maar ja. Fantastische carrière, hoe dan ook, Luc. Je hebt heel wat delen van de wereld mogen zien. Prachtige marathons gelopen. Zo even terugkijken, Fukuoka, heel mooi. Ja, drie keer in Fukuoka geweest. Dit is precies wat ik wilde. Ik wilde gewoon kijken wat erin zat. En die jaren die ik liep, moesten mooie jaren zijn. Dus niet alleen los van de resultaten. En voor mijn talent heb ik goede resultaten geboekt. En ik heb veel gezien. En het zijn mooie jaren geweest. En is prima.